Ja? En dan is de bedoeling dat jij daarop... Jongens, gaan jullie even kijken. Mijn naam is niet Javier, het is Javier. Het is een Spaanse naam, maar daar staat dus eigenlijk mijn naam. Dus ik ben de supporter van jullie en de supporter van de Schone Almelo. Nou, doe maar open. Ja, hier op de Twijn en op de Griffel, dit zijn de eerste twee scholen die uiteindelijk kunststof, plastic, metaal en drankkarton bakken krijgen. Die doen mee aan een pilot, een landelijke pilot, om uiteindelijk de grondstoffen uit het afval te halen en die apart in te zamelen. En vandaag hebben we de bakken uitgereikt. We hebben de eerste bakken uitgereikt en ook bakken die gewoon op het schoolplein komen te staan. Waar ze gewoon de zaken in kunnen gooien. En daarbij ook wat Donald Duckjes uitgereikt, want die Donald Duck staat helemaal in het teken van grondstof en afval. Dus. We gaan nu al het afval scheiden, wat op het schoolplein en buiten het schoolplein ligt. Hebben jullie ook nog wat gekregen van de wethouder? Ja, we hebben een Donald Duck gekregen. Een gewone Donald Duck? Ja, ik denk het Donald Duck, omdat die heeft ook wel met zijn afval te scheiden. Zo. Zeg, wat gebeurt er met dat afval? Gaat dat gewoon in de fik of zo? Nee, die gaat in een speciale container. En die gaat dan... Dan gaan mensen ophalen en dan krijgen we er geld van. Wat doe je?